Hallo, hallo, hallo. Mijn naam is Jan Schaven en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder in Oostenrijk natuurlijk. Ik moest er even over nadenken. Maar goed, Oostenrijk. Een snel circuit, een kort circuit, veel rondjes. Topsnelheid ligt hier boven een 300 km per uur. Maar ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Gewoon even doen. Druk dan gewoon op die abonneerknop. Abonneer dan gewoon eventjes op mijn kanaal. Het zou leuk zijn als je dat zou doen. We hebben ook een nieuw logo. Wat vind je van het logo? Graag de mening in de comments neerzetten. We hebben wel een onderdeel van de motor die wat beschadigd is. Maar goed, hopelijk lukt alles. Gaat alles gewoon goed komen. En ja, dan zou ik lekker zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk. We hebben trouwens wel veel abonnees. Dus het gaat lekker snel. Minder snel dan Lewis Hamilton, maar goed, dat is een ander verhaal. Wat kinderachtig. Ik hoop het allemaal. Ik zeg lekker door naar de kwalificatie. Regen op het einde, dus er kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker droog weer op dit moment hier in Oostenrijk. Wat bewolking, maar er is regen voorspeld in Q2 en Q3 volgens mij. Dus dat belooft nog wat. Eerste bocht nemen wij wat goed. Kon wat beter. Laatste bocht komen we inmiddels aan. Het is maar een kort rondje hier. Iets te wijd en pakken een track limit waarschuwing. Maar wel de snelste tijd met een 1-2-1. Top gedaan. En dan verpest ik hier mijn tweede run. En dan is het weer naar binnen. We zijn aanbeland bij Q2. En wat zei ik je? Het regent hier. In Oostenrijk. De druppels gaan al op de lens vallen. Krijgen gewoon weer een tracklimit waarschuwing. Waarom? Ik heb gewoon heel veel onderstuur. Daardoor mis ik ook een aantal punten zoals hier. Gaan wij hier gewoon weer te wijd. Missen hier volledig die apex. Wel DRS beschikbaar gesteld. En het is weer... Oh, dat is een P2. Op een tiende van Hamilton. Ik dacht weer een P1, maar het is P2. Kunnen wij er nog een keer voor gaan zitten en ons gaan verbeteren? Dat kunnen we niet. Want we zitten in Q3 en voelwets eronder gezet door het team. Regent hier flink. Eerste bocht nemen we wat te wijd en krijgen daar een track limit waarschuwing. Zijn de auto ook gewoon een keer kwijt. Hier dan weer te wijd. En de tijd wordt een 1:11:06. En de intermediates gaan eronder. 10 minuten regen nog, zegt Jeff. Alleen dan is de kwalificatie al lang afgelopen. We gaan kijken wat dit rondje op de inters dus gaat brengen. Eerste bocht nemen wij beter dan voorheen. Dan hebben wij ook een klein beetje slipstream van Verstappen die daar reed. Paars in sector 1 en 2. Hier iets te wijd en krijgen helaas een track limit. Dan hier dan nogmaals te wijd. En het is weer een P1 met een 1-9-6. We hebben ons verbeterd. Kunnen wij er dan nog een keer voor gaan zitten? Om ons weer te gaan verbeteren. Hier in Oostenrijk voor ons Carlos Sainz. Zet er groen bij de delta neer. En het is groen in sector 1, paars in sector 2. Maar hebben hier wat last van... Carlos Sainz missen wat belangrijke secondes, of tiendes is het eigenlijk, gaan hier wat te wijd. En dat betekent geen tijdsverbetering, want de vlag hangt uit. En waar staan wij? Okay, good job. Qualifying complete. Dat is pole position op een 2/10, want dat komt Verstappen tekort. Mooi, een 1/2 op de grid, goed gedaan. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de grote prijs van Oostenrijk voor My Team Career Mode aflevering 74. Daar gaan we dan. 2.6 miles with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill turn 3. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen.
It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Yuki Tsunoda, and Gasly, Sainz, Bottas, Russell, and Callum Ilott, Ricardo, Joe, Lance Stroll, and Ocon, Armstrong, Giovinazzi, Nicholas Latifi, and Christian Lundgaard. Norris, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mazepin, Leclerc, and Mick Schumacher. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te halen in deze grote prijs. Soft, medium, neem er echter fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 74 hier in Oostenrijk. Geen regen voorspeld, we starten op pole position. De lampen gaan aan voor de grote prijs. Max Verstappen op de tweede plek. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Verstappen is al beter weg, heeft de leiding al te grazen genomen. Ook is Perez beter weg, gaat naar P2, maar we duwen hier Perez mooi wijd. En dat is weer de tweede plek. Max dus aan de leiding, Perez ver teruggevallen. Het gat is al een seconde. Verstappen al op 3/10 van ons losgereden. We moeten gewoon de orde zien te herstellen. En Tsunoda valt Perez aan. Hamilton na P5 in gevecht met Carlos Sainz. Voor P5 natuurlijk. Groene vlag wordt gezwaaid. En iedereen kan weer racen hier in Oostenrijk. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als we daar een aanval wagen op Verstappen. Laten we hem daar mooi wijd lopen. Sturen wat scherper in. Omdat het mijn teamgenoot is. En wij noteren paas in sector 1. En hebben P1 weer veroverd. Verstappen op P2. Tsunoda knap op P3. Perez 4. Sainz 5. We zitten einde ronde nummer 2. Als Max daar een heraanval doet. En wij noteren de snelste race ronde. Maar wordt gelijk afgepakt door Yuki Tsunoda met een 1-4-5. DRS beschikbaar gesteld. Max had daar een klein momentje. Wij moeten over een sausage curb. En daardoor is Yuki Tsunoda bij ons aangedrongen. En gaat naar P2. Zit daar klem tussen mezelf en Max. Kan er niet langs. En Tsunoda doet daar een aanval. Wij duwen hem daar gewoon het broodje op. En het is nog steeds P2. Tsunoda dus op P3. Perez op P4. Maar hij rijdt op die medium compound. En hier kunnen wij Max gelijk aanvallen. Aan de buitenkant in diezelfde ronde. Lukt niet. Terugkruisen lukt ook helaas net niet. Even geduld hebben nog. Want hier kunnen we niks. Hier is het te snel. Kijk maar. We kunnen er wel naartoe remmen, maar er niet voorbij. We zitten in ronde nummer 4. Als we daar dan een aanval plaatsen bij Max. Heel close tussen mezelf en mijn teamgenoot. En het is de leiding heroverd. Goed om te zien. Tsunoda dus op P4. Perez 5. Sainz 6. En iemand noteerde dat snelste race ronde. Ik weet niet wie het was. Max zit weer te kijken naar de binnenkant en is er voorbij. En we sluiten mooi aan, want nu hebben wij zometeen DRS. Het is een soort van kat-en-muisspel om dat DRS-gedeelte. Want hier kunnen wij Max weer voorbij razen. Jazeker. Nou, hij remt wel laat. Lukt dat? We raken elkaar een klein beetje en dat lukt niet. We kunnen er niet voorbij. Dus dat is P2 voorlopig. Tsunoda op P3, Perez op P4, Sainz dus op P5. En dan moeten wij het zo meteen in ronde nummer 6 gaan proberen. En hebben hier weer het DRS beschikbaar. Max aan de leiding. Nog geen uitvallers op dit moment. En moeten hier dan alles opengooien. Om naar de buitenkant te kijken. Jazeker, we zijn er voorbij. En dat is weer P1. Ziet er wel helaas door. Vanwege te veel snelheid. Maar houden wel die plek. Verstappen heeft dit keer ook weer DRS. Maar kan er niet voorbij. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Als we ons daar een beetje vergalopperen in de eerste bocht. En Yuki Tsunoda kijkt naar de buitenkant. Lando Norris noteert dat snelste race ronde met een 1-4-1. We need to
stay on form. En wij vallen Tsunoda hier weer terug aan, want hij laat de ruimte en we duwen hem daar gewoon mooi wijd. Max kan dit keer weer aanvallen bij de Japanner om P2 van hem af te snoepen. Perez op P4, Hamilton dit keer op P5. En we zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag, gaan hier 20 rondes op de mediumband rijden. Hamilton nog steeds aan de leiding. Bottas op P2. Norris op P4. Gaat ook naar binnen. Giovinazzi op P5. Gaat ook naar binnen. Max al naar binnen geweest. En kunnen wij een overcut op Max plegen? Lukt dat? Nee, dat lukt niet, want Max is ons gepasseerd. Daar hebben wij Gasly. En we komen terug op P7. Want Gasly zit daar aan die buitenkant en hij is er voorbij. Norris en Verstappen knokken samen om die plek. Het is hier heel druk. En Max houdt Norris en Gasly op. En daar hebben wij ook een betere lijn in die bocht. En zijn gewoon 3 man voorbij gegaan. Dat is goed om te zien. Tsunoda is de volgende. Hij rijdt op P3. Het is geel in sector 3. En we zijn Tsunoda voorbij. En een safety car op de baan vanwege George Russell. Dus Hamilton en Bottas hebben geluk. Max naar binnen. Ik denk voor een nieuwe neus. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar hij moet naar binnen. Een ongeplande pitstop. En we zitten op de helft van de grote prijs. En de safety car komt weer naar binnen. We gaan een beetje kijken bij Lewis Hamilton. Dit mag eigenlijk in F1 2022 mag dit niet. Maar in F1 2021 mag dit wel. We zetten hem er gewoon naast. En Hamilton ligt te slapen. En we zijn hem al gepasseerd. Lukt dat? Jazeker. We raken elkaar daar wel een klein beetje omdat ik terug naar die racelijn wil. En dat is P2. Met nog 15 rondes te gaan. Bottas is de volgende. En die kunnen we hier dan aanvallen aan die binnenkant. Jazeker. Stuiteren wat van die curbstone af. Waardoor Bottas zich kapot schrikt. Heel erg van het schrikt. Hamilton op P2. Bottas dus terugverwezen naar P3. Tsunoda 4, Gasly 5. Waarheid Max? Geen flauw idee. Max is gewoon weg. Door een ongeplande pitstop. Hamilton kan hier naar het podium. DRS weer beschikbaar gesteld in ronde nummer 23. Het is geel in sector 3. Er staat een Williams langzaam. Maar die rijdt weer. Gelukkig. Hamilton op die harde band loopt hard naar ons toe. En zit aan die binnenkant. Is er voorbij. Proberen hier terug te kruisen. Maar raken de achterkant van Lewis Hamilton. En dat is een beschadigende voorvleugel, denk ik. Hamilton aan die buitenkant kan er niet voorbij. En dat is nog steeds P2 voor de Brit, P1 voor mij. Ik zie geen schade op de multifunction display. Dus alles lijkt in orde. En we zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd. Daar zit Lewis aan de binnenkant. Maar die moet daar even oppassen. Lewis moet daar even oppassen en Ricciardo profiteert gelijk mee. De Australiër naar P2. En dan komen wij bij de laatste ronde aan. We krijgen een 3 seconden tijdstraf. Maar dat boeit niet. Want we winnen de wedstrijd. We winnen de wedstrijd hier in Oostenrijk. Goed gedaan. Goed gedaan. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende wedstrijd. En voor het eerst gaan we daarop racen. En dat is in Silverstone. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Austria. And a truly magnificent drive to hang on and take the win. Ant, talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Welcome then to the podium, our top 3 drivers. What a great effort from them today in a very difficult race.
Hierbij dan dus de uitleg van de wedstrijd. 5 minuten is de grote prijs van Oostenrijk. Pakken niet dat snelste race van het punt. Perez pakt dat van ons af. En Norris naar P2 van P19 op het podium geëindigd. Knap hoor. Hamilton op P3. Zhou. P4 Max, helaas teleurstellend met een 2-stopper. Na P5, jammer. Bottas 6, Gasly 7, Perez 8, Stroll 9. Ricciardo pakt het laatste punt voor McLaren. Leclerc, Giovinazzi, Tsunoda en Latifi komen allemaal tekort voor punten. Maar knap van Norris en knap van Zhou, zeker weten. En ja, één uitvaller, George Russell. 88 punten verschil naar Max. Gasly heeft hij te gaas genomen. En 104 punten verschil naar Mercedes. Alfa Tauri pakt Ferrari. Dus de beide Italiaanse coureurs hebben het met elkaar aan de stok. En ja, rivaliteit breakdown. Jazeker, het gaat gewoon de goede kant op. Dat is goed om te zien. En Team McLaren is gewoon steady zoals normaal. Dus dat is wel vet om te zien. Veel geld van de sponsoren, $3.79 miljoen binnengeharkt. Max wat schade gereden, dus 5.000 misgelopen. In totaal wordt het $211.95 miljoen. We zijn rijk. We zijn echt rijk, dus dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike die video dan. Ben je trouwens nu op mijn kanaal? Abonneer dan gewoon voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Reageer wat er verder kan worden op deze video. Volg me even op sociale media. @JohnLansGraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Gaan we er in Engeland. Tot ziens.